Deze man wordt gezocht. En niet alleen maar omdat hij hier staat te pinnen met een gestolen pinpas, maar ook omdat de politie denkt dat hij meer kan vertellen over een woninginbraak bij een bejaarde dame in Helmond. Daar is die pinpas namelijk gestolen. Deze meneer heeft dus wel wat uit te leggen. De inbraak vond plaats in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 april. De man draagt een pit met Adidas logo en probeert onherkenbaar te blijven door een gestreepte sjaal voor zijn gezicht te houden. Hij draagt een groot horloge en let op de vorm van zijn handen. Ja, de vraag is duidelijk, wie zou deze man kunnen zijn en waar kan de politie hem vinden? Tippen kan via 0800 60 70 en via de website.